helemaal, zo is hij weer hier. Vandaag gaan we weer een shoplogje doen, want waarom ook niet? Ik snap, het ziet eruit alsof ik een probleem heb met zoveel shoplogjes vlak na elkaar. Maar eerlijk, ik heb ze natuurlijk wel een beetje opgespaard vanaf januari. En uiteindelijk ligt het best wel een eindje nog uit elkaar. Ik wil een klein beetje wat achtergrondinformatie hierbij vertellen. Ik was dus een tijdje terug op zoek naar allerlei dingen voor Happy Planner. En dat weten jullie natuurlijk intussen wel, want die video's hebben jullie al gezien. En ook wat dingen voor van Simple Stories, dus stickerboeken en dat soort dingetjes. En toen kwam ik dus per toeval een webshop tegen die dus binnenkort ermee gaat stoppen. En die webshop heet In the Pocket Design. Ja, ik moest even nadenken. Maar ik had er daarvoor nog nooit van gehoord. Dus dat is eigenlijk een beetje jammer. Want nou ontdek ik dus weer een nieuwe shop. En dan gaan ze ermee stoppen. Tegen de tijd dat jullie deze video zien, is de shop misschien net wel, net niet dicht. Maar heel veel is al uitverkocht. Daar ben ik mede schuldig aan natuurlijk. En ik dacht, het is misschien leuk om gewoon een kort videootje te doen om te laten zien wat ik dan heb gekocht en het waarom, dat wordt dan vanzelf wel duidelijk, denk ik. Maar goed, ik heb hier alvast het pakketje en ik heb het adreslabel eraf getrokken zodat het gewoon veilig is. Je kunt verder niks zien, zeg maar. Maar hier zit het allemaal in en ik ga hem openmaken. Ik moet zeggen, ik heb misschien sneaky al wel wat dingetjes gebruikt, maar ik heb het allemaal netjes in de verpakking gedaan. Nou, allereerst halen we natuurlijk even de vulling eruit, want die is niet boeiend voor op de video. Zo, hop, aan de kant. Nou, ik heb vooral heel veel van het een gekocht en nog best wel wat van het ander. En dan heb ik nog een klein beetje van een derde soort iets gekocht. Oké, lekker duidelijk dit. Maar ik ga het maar gewoon laten zien, denk ik. Ik ga maar gewoon beginnen met... Tada! Washies! Dus ja, ik denk het handigste wat ik kan doen is misschien alles even eruit halen, hier wegleggen en dan dat ik het dan aan jullie laat zien en dan gewoon weer in het doosje doe. Want anders heb ik zo'n mega grote doos tussen mij en de camera en dan kan ik het niet goed laten zien aan de camera. Dus ik haal even alles even sneaky eruit. Oh, er is trouwens ook nog een vierde soort dingetje. Ja, lekker duidelijk dit. Jullie komen er zo meteen vanzelf wel achter. Het is best wel een hoop eigenlijk. Maar er was dus best wel ook een sale gaande. En toen had ik zoiets van, ja, het is nu of nooit. Dus ik heb me misschien een klein beetje hier en daar laten gaan. Maar ik heb ook heel veel weer uit mijn mandje gehaald. Want ik wou eigenlijk veel meer natuurlijk, dat snappen jullie. En dan moet ik dit nog even eruit halen. En dan moet ik dit nog even eruit halen. Zo. En dan is het doosje leeg. Het doosje zet ik lekker naast mij. Goed. Het is dus van... ik heb besteld bij In the Pocket Creative Memory Keeping. En dit is het kaartje wat er dan bij zit. Even scherp. Yep. En dit staat er dan aan de andere kant. The little things, life with you is awesome, you are so beautiful to me. Dit is een wordfetti, dus ik denk dat je deze dingetjes zo kunt uitknippen en in je kraftproject kunt plakken ofzo. Maar hier staan ook van die dingetjes van you make me happy, making wonderful memories en dat soort dingen. Dus dat staat hier allemaal op en dat is schattig, dus die bewaar ik natuurlijk. Ik bewaar meestal de kaartjes die ik erbij krijg. Maar goed, washietjes dus. En dan met name de washies van Simple Stories. Ik ga even de camera een beetje aanpassen. Ik heb het idee dat hij een beetje te ver naar boven staat. Voornamelijk Simple Stories, waar ik dus ook natuurlijk heel veel stickerboeken van heb gekocht pas geleden. En ik ga ze gewoon proberen te laten zien. En dan hopen dat hij een beetje scherp wordt. Hallo? Ja, daar is hij hoor. Kijk, dat zijn 3 tapejes, maar deze zitten nog aan elkaar geplakt. Wacht even. Zo. 3 tapejes. Deze zijn ietsje kleiner, lijken een beetje op andere tapejes van Simple Stories die ik al eerder heb gekocht. Qua formaat dan, niet qua kleur. Ja, oké, vooruit een klein beetje op de blauwe. En dit is Love and Adore washi tape. En ik kan de oorspronkelijke prijs wel opnoemen, maar dat is niet relevant natuurlijk, want ik heb het voor veel minder gekocht. Maar het idee is dus, ik heb nieuwe washi. Woehoe! En ik ben ook echt wel van plan om want de hele reeks washi die ik heb gekocht, dat is echt een gelijk favoriet, om die heel veel te gaan gebruiken in mijn nieuwe custom planner die ik al natuurlijk heb laten zien. Dus dit is één van de vele washi setjes. Dus die pakket even terug in het doosje. En dan heb ik hier nog een washi setje van Simple Stories. En dit is Porsche. En het oh, ik heb hem verkeerd om. En het grappige is dus, Porsche, daar heb ik ook wat inserts en planners en zo van. Dus dat is wel grappig. Dus dit is volgens mij wel al wat ouder. Maar dat maakt mij niet uit. Ik bedoel, blijf leuke washi. Deze zit ook trouwens nog aan elkaar, volgens mij. Ja. Maar het is een beetje, ja, stipjes een beetje en streepjes. Dus dit is wel heel leuk. Word scherp, word scherp. Je kunt het. Je kunt het, camera. Kom. Kom vandaag nog. Nee, oké, hij heeft er echt geen zin in. Sorry, helaas. Ik heb het geprobeerd, maar mocht hem niet. Dus dat was het tweede setje washi. Ik ga ze niet iedere keer tellen hoor, maar... goed, en dan heb ik dus een aantal losstaande washi's ook nog. Dus ik heb deze, heb ik er 2 van gekocht. Dat is, ja, hoe heet die? Gewoon Black Speckle. En daar heb ik er 2 van gekocht, want meerdere redenen. Ik vind, hij is gewoon basic, dus... gaat vaak gebruikt worden in mijn planner, want het is gewoon een leuk simpel tapeje wat bij heel veel dingen past. En daarnaast, er zit best wel veel op die rol, vind ik ook heel fijn. Dus die gaat lang mee. En verder heb ik ook nog vergelijkbare tapejes van de HEMA. Dus met precies omgekeerde kleurtjes wel, wat breder en zo, maar ook met heel veel stippen. En ik denk dat die heel leuk combineren. Dus daarom dat ik zoiets van, oh, hier ga ik spijt van krijgen als ik er niet 2 neem. Dus ik heb er 2 gekocht. Dus... ja, ik kan hem proberen een beetje zijwaarts te laten zien. En dan hopen dat hij hem een beetje scherp wil maken. Ja, kijk, daar is hij. Hier zit de verpakking nog wel omheen. Bij een aantal anderen heb ik de verpakking wel al ook, maar echt het plastic eraf gehaald, zeg maar. Dus dan bij deze zul je ook wel zien dat als ik hem voor de camera hou zo. Als hij scherp wil worden. Nou, hij wil niet echt scherp worden, maar je ziet wel dat hier is het plastic al vanaf. Dus dat is duidelijk. Ik kon niet wachten om plastic eraf te trekken. En toen had ik zoiets van, ja, maar ik wil eigenlijk nog een video doen. Oh, wacht. Dan doe ik het wel weer terug in de verpakking. Alleen plastic natuurlijk niet. Maar goed, dat zijn dus ook weer 2 tapejes. En in het verlengde daarvan hadden ze dus ook nog deze. En dit is dan Dream Big. Maar die past qua stijl... past die dus heel goed bij die Black Speckle, zoals je kunt zien. Wordt deze scherp? Heeft hij daar zin in? Niet heel erg, volgens mij. Maar goed, het idee is duidelijk, denk ik. Wordt scherp? Nee, nou, hij heeft er geen zin in. Maar dit is dus een beetje omgekeerde van de zwarte, maar met iets grotere stippen. En ik denk dat deze heel leuk combineren. Dus die moest ik ook hebben. Maar volgens mij hadden ze er hier maar 1 van. Of heb ik gewoon gekozen om er maar 1 te nemen? Maakt niet uit. Dat is dus ook 1 van de washies. Het is nog steeds allemaal Simple Stories trouwens. Dit zal je niet verbazen. Dan heb ik nog een heleboel andere van Simple Stories. Ik begin maar met deze. Dit is de Spring Farmhouse washi tape. En deze is dus ook van Carpe Diem van Simple Stories. Ah, die is ook echt wel heel cute. Hij was even scherp en toen kapte die er weer mee. Kom, word scherp. Ja, die is mooi, ja. Ik vind deze zo tof. En het lijken een soort streepjes, maar dit is eigenlijk een ruitjespatroon, dat roze wat je hier ziet. En dan hier plantjes en bloemetjes en zo. Ik vind deze zo leuk. Ik moest deze ook hebben. Dus die heb ik nu. En dan hebben we deze. En dit is I am. Ik ben. Dus, dat is deze washi tape. En ja, jullie kunnen denk ik al wel zien waarom ik deze zo nodig moest hebben. Ja, daar zitten bloemetjes bij, die vind ik natuurlijk leuk. En er is een roze tapeje, maar vooral het luipaardtapeje, daardoor was ik helemaal om. Maar hij wil hem niet scherp maken, om een van de reden. Wacht, als ik hem nou even zo doe. Hallo? Scherp? Nee? Nou, dit vind ik af en toe nog wel vervelend. Ik heb best wel een redelijke camera, maar af en toe het scherp stellen van dingen heeft hij dan niet zoveel zin in. Ik ben er ook niet zo heel goed in, maar het zijn wel hele leuke tapejes, dus neem het maar gewoon van mij aan. En als je heel nieuwsgierig bent en je wil high-res afbeeldingen, dan moet je ze maar even googlen. Maar dat was dus weer een washi setje van Simple Stories. En dan heb ik deze, en deze is echt wel voor de winter. Dit is ook Winter Farmhouse. En dan zijn er ook weer 3. En dat is met huisjes en met blaadjes en zo. Ik vind deze gewoon zo super cute. Kan ik deze scherper krijgen? Please. Please. Werk mee. Nog dichterbij? Nee? Tuurlijk niet. Nou ja, je kunt het wel ongeveer zien, toch? Maar deze, die ga ik natuurlijk bewaren tot de winter. Maar die wou ik wel heel graag hebben. Wat ik tot nu toe wel merk, zeg maar, met de verschillen van de washi tape van Simple Stories, Carpe Diem, is dat je hebt, zeg maar, kleinere setjes van 3. Die zitten dan in die ik als eerste liet zien. Die zijn ook anders verpakt dan deze. Daar zit niet extreem veel op. Het zijn ook wat kleinere rolletjes. En dan deze, dat zijn wel bredere rollen. Maar er zit nog steeds niet zo extreem veel op. En dan heb je die losstaande rolletjes, die ik dus ook tussendoor heb laten zien. En daar zit dan echt best wel veel op. Dus dat vind ik een interessant verschil. Ik snap niet precies waarom en hoe en zo. Maar ja, er zit dus wat verschil in de verschillende soorten tapejes van Carpe Diem. Tenminste, ja, dit is dan weer Simple Stories. Ik denk dat dat het is. Sommige tapejes zijn meer gemaakt voor de planners. En sommige zijn meer gewoon algemeen van hun Simple Stories merk. Dus misschien dat dat het is. Goed. Dan komen we bij de ene laatste van Simple Stories, denk ik. Als het goed is. En dat is deze. En dit is al wel iets meer een favoriete set. En ik denk dat jullie wel gelijk kunnen zien waarom. Want ja, dit is natuurlijk helemaal rosy. Met dat seafoam en de bloemetjes en de hartjes. En metallic hartjes ook vooral. En ja, een beetje speckles-achtig iets. Een beetje sterretjes-achtig. Het zijn een soort, ja, stipjes. Maar je kunt er van alles in zien. Je kunt er sterretjes of sneeuw of zo in zien. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk. En dit wordt wel een favoriet setje. Dus die kon ik ook echt niet laten. En dan hebben we hier het laatste setje van Carpe Diem. Deze kon ik natuurlijk ook echt niet laten, want dit is Seichi's. Seichi's 4 is het. En dat is natuurlijk het ja, een beetje Disney-Mickey thema wat ze hebben van Carpe Diem. En daar staat dan ook gewoon, ja, wat staat er allemaal op? Magic, Happy. En ja, de rest kan ik niet helemaal goed lezen. En Dream, volgens mij. Maar dit is Seichi's 4. En volgens mij hoort 4 nog bij Main Street. Maar dat weet ik niet zeker. Dat weet ik niet helemaal zeker. Het past er in ieder geval qua kleuren sowieso altijd goed bij. Dus dat is altijd goed, dit. Want ik heb al in het verleden met niet thema washies heb ik geprobeerd een beetje Mickey Mouse thema te maken in planner. Wat ik overigens best goed geluk vond. Maar ik vind het natuurlijk nog leuker als ik een setje heb wat er eigenlijk specifiek voor bedoeld is. Dus uiteraard, heel blij mee. Nou, dan heb ik een losstaand tapeje. Ik weet het merkje even niet meer. Ik zal het wel in de beschrijving zetten. Maar dit is een tapeje specifiek voor Sinterklaas. Met pieten en een laars met een wortel en een grachtenhuis. En dan kijken verderop hebben we een Piet op een dak, een Piet buiten cadeautje en chocoladeletters S. Oh, kom, scherp, scherp, scherp. Hij heeft geen zin meer in. Maar goed, hele schattige kleine plaatjes. En ik had al eerder washi met een Sint en Piet thema. Alleen dan waren de Pietjes toch nog een, ja, toch wel wat donker gekleurd en stereotypisch, zeg maar. Dus dan vind ik deze leuker. Deze is ook neutraler. Dus dan hoef ik niet mijn hele spread, zeg maar, in mijn planner aan te passen aan de kleuren van die washi. En dan kan ik gewoon een spread maken met de kleuren die ik wil. Met dus deze washi. En daar ben ik eigenlijk ook wel heel groot voorstander van. Dus hier ben ik ook wel heel blij mee. Maar ik weet het merk niet meer. Dus dat laat ik in de beschrijving nog even weten. En dan hebben we nog, even kijken, nog 3 tapejes. Nog 3 tapejes en dan hebben we nog een aantal andere dingen. Maar ik ga natuurlijk eerst tapejes nog even doen. Ik heb hier een tapeje van Doodlebug Design Inc. En daar heb ik al meer tapejes van. En op zich heb ik daar positieve ervaring mee. Al denk ik dat mijn tapejes al wat ouder zijn en daarom soms extra plaksel achterlaten op de bovenkant. En daar ben ik geen fan van. Maar een aantal van die tapejes doen het ook wel goed. Nou, dit is dus... staat er ook bij welke soort het is? Tiny Town. Oké, dit is Tiny Town. Staat hier ook bij mijn vinger hier, maar het is een beetje moeilijk te zien wel. Kijk, daar is hij. En dan gaan we hem hier aan de zijkant nog even laten zien. Hopelijk wil hij een beetje scherp worden. Of niet? Nee, hij heeft er geen zin in. Maar het zijn allemaal hele schattige huisjes in de sneeuw met vrolijke kleurtjes en zo. Dat kon ik ook niet laten. Ik had zoiets van die wil ik gewoon hebben voor in de winter. Dat is gewoon heel vrolijk. En breed inzetbaar door de vele vrolijke kleurtjes. Maar neutraal genoeg dat het kan ergens tussendoor of zo. Ik vind het wel een heel leuk tapeje. En dan komen we bij de laatste twee tapejes. En die zijn van hetzelfde merk. En ik heb nog nooit van dit merk tapejes gehad. Ik weet ook niet zo goed waarom, waarom er zo'n verschil tussen de tapejes ook zit. Ik zal ze even allebei laten zien. Ik heb dus twee tapejes. Maar als je kijkt dan qua dikte, zeg maar, is deze echt veel dikker. Nou, gaan we even met deze beginnen. Dit is, even kijken, Summerberries. Dus dat zijn vooral aardbeidjes. Ik dacht toen ik het op de site zag dat het kerstjes waren. Ik weet niet waarom. Maar dit zijn echt aardbeidjes. Dus, even scherp. Scherp, scherp. Nee, niet scherp. Nou ja, het zijn dus echt aardbeidjes. En het is een roze tapeje met wat rode en groene accenten. En ik had het idee dat er ook wat blauw in zat. Maar ik denk dat het gewoon komt door het groen dat achter het lichtroze zit. Maar dat maakt niet uit. Deze is wel heel schattig. En de lente komt er natuurlijk aan. Dus dan is dit wel een heel leuk tapeje. En dit is 30 feet. Dus omgerekend, hoeveel is dat in meters? Is dat 5 meter? Ik heb geen idee eigenlijk. Gaan we dan gewoon ter plekke even opzoeken. Wat maakt mij het uit? Nee, het is zelfs... Wow, het is zelfs 9 meter. Oké, dit is dus gewoon een tapeje met 9,1 meter. Oké. Niet ontevreden. Maar dan heb ik dus dit tapeje. En die vind ik ook super schattig. Daar niet van. En die is van de Let's Travel serie. Of nou ja, een tapeje heet Let's Travel. Dus... ja, ik weet het niet, zeg maar. Er zit ook een stickertje overheen, dus het is wat lastig om het te zien. Maar dit is dus... dit is het tapeje. En je ziet hier ook al een beetje wat er in het printje zit. Maar hij is eigenlijk veel geliger. Wat ik niet erg vind, overigens. En dat is allemaal met allemaal die retro autootjes. En daar word ik dus heel blij van. Busjes en autootjes en zo. Ik denk niet dat ik hem heel scherp ga krijgen. Oh, ja, wel een beetje. Maar dan gaat hij weer weg. Maar goed, dit is dus 15 feet. Dus dat is dan de helft ongeveer. Ik denk dat dit dan 5 meter is of zo. 4,5. Zoiets. Zoiets, ja. Om en nabij. Dus dat was het laatste washi tapeje. En dus, die zijn allebei trouwens van Carta Bella. Want dat had ik nog niet gezegd. En daar had ik dus nog geen tapejes van. Dus ik moet ze nog wel proberen. En ik weet dus nog niet hoe ze bevallen. Maar ik denk dat het wel goed zit. Want dat zijn wel hoog aangeschreven merken. Goed, dan gaan we even over op waar ik onder andere voor op de website kwam. Ik kwam namelijk onder andere voor stickerboekjes. En voor dingen van Happy Planner. Daardoor kwam ik op de website terecht. En toen kwam ik erachter dat ze een uitverkoop hadden. En toen dacht ik, oh crap, ik moet opschieten. Want ze gaan er vandoor. En straks is dat spul al niet meer. En ik wil deze graag hebben. Maar ik wist dus niet dat dit echt kleinere boekjes waren. Ik dacht dat ze even groot waren als de boekjes die ik al heb. Maar dat deze dan gewoon minder dik zouden zijn. Maar dit zijn kleinere boekjes dan ik eerder in mijn Simple Stories video heb laten zien. Dit is dan een mini sticker tablet, zoals je kunt zien. Ik heb er hier dus 2 van gekocht. Dus ja, ik kan deze wel laten zien. Maar inhoudelijk zijn ze hetzelfde. Dus ik ga deze niet openmaken totdat totdat ik hier iets uit nodig heb, zeg maar. Dus die doe ik alvast hierin. Maar we kunnen wel even hier aan de binnenkant kijken wat er allemaal in zit. Want dat is wel heel erg leuk natuurlijk. Je kunt hier op de achterkant kun je al een beetje een overzicht zien. Als je hem een beetje scherp wil stellen. Ja, kijk, daar is hij. Oh, en hij is weer weg. Nou ja. Dan gaan we hem gewoon openmaken. Kijk, en dan zie je dus... Weer heel erg rozie-achtige stickertjes. Ik word hier heel blij van. Ik hou wel van dat matte. Het lijkt ook een stuk matter hier op de camera dan dat het daadwerkelijk is. Maar het is wel behoorlijk mat hoor. Maar de kleuren zijn wel iets feller dan wat je hier nou ziet. En dan hebben we de volgende pagina. Dat zijn van die plaatjes voor de maandoverzichten. Die ik dus nou niet gebruik omdat ik grotere inserts heb en grotere hokjes. Maar ik wil ze wel gebruiken voor als ik in de toekomst eventueel weer mijn A5 planners in gebruik neem. En die kant zit er wel in. En dan hebben we hier gewoon wat random kerstster bloemversieringen. En hier zijn allemaal tekstjes. Met een heel leuk font. Ik vind het heel erg leuk. Kunnen we hem scherp krijgen? Kan dat? Hallo? Nee, hij heeft er geen zin in. Ja, wat jammer. Soms denk ik dat ik minder op de achtergrond moet hebben omdat hij te veel op die bunnies focust. Maar aan de andere kant, die bunnies hebben toch niet echt een menselijk gezicht. Dus je zou verwachten dat hij gewoon, hallo, hier gaat focussen, zeg maar. Nou, hier hebben we nog wat getallen. Dat is ook altijd wel leuk. Maar dat is meer voor het scrapboeken, denk ik. Want dat ga ik niet echt in mijn planner gebruiken. En dan heb ik hier nog allemaal kleine, ja, gewoon kleine stickertjes. Deze zijn weer heel erg geschikt voor die A5 planner, maar deze kan ik makkelijk ook in de huidige planner gebruiken. Deze ook. En dan gaan we een pagina verder. Hebben we weer heel veel woordjes. Die hebben we natuurlijk eerder gezien in de andere boekjes ook. Van die, ja, van die sentiments. Van, ja, may your days be merry and bright and bah humbug. Dus als je het even niet voelt. Dat soort dingetjes. En I love Christmas. Ik ook, dus dat is wel echt een dingetje voor mij. Nou, dan hebben we hier nog getalletjes. Dat is altijd wel leuk voor in de planner. Als hij undated is, dat is hij bij mij niet. Dus ik gebruik deze denk ik niet. Tenzij ik washi ergens overheen plak. En ik dan dus nog cijfers zichtbaar moet hebben. Maar ja, dan wil ik ze eigenlijk ook allemaal gebruiken. Want anders zijn ze incompleet. En daar kan ik weer niet mee dealen. Maar die zijn er in het rood. Donkerrood. En dan lichtgroen. Maar op de camera lijkt ze een beetje gelig of zo. Een beetje groen-geel. Het is echt wel groen. En dan hebben we hier nog wat grotere sentiments hier. Balalalalalalalala. En joy en ho ho ho. En zo. Dus dat is wel leuk. Dan hebben we hier weer van die maandstickertjes. Die zijn ook wel weer leuk. En dan hebben we hier nog gewone stickers. Dat is ook leuk. En dan hebben we hier nog ja, donkerbruine letters. En getallen, dus ook weer handig voor het scrapboeken denk ik, maar niet echt in mijn planner zelf. En dat was het. Dus dit is zo'n mini stickerboekje en daar zit nog steeds best wel wat in, maar dat is met een specifiek thema zoals dit is dat misschien wel fijn om dan een wat kleiner boekje te hebben. Want voor kerst, ja, dat is over het algemeen, dat is 1 maand zeg maar, dat je dat een beetje in je planner gaat versieren. Dus hoeveel stickers heb je dan nodig? Maar hier doe je wel een aantal jaar mee, dus dat vind ik wel leuk. Nou, dat was dus een van de 2 dingen die ik had gezocht en waar ik op uitkwam. Het andere stickerboekje wat ze hadden was ik te laat mee, want ik had iets te laat besteld. Dus dat hadden ze helaas niet meer. Maar dat is oké. Het andere ding waar ik naar op zoek was, waren Happy Planner dingen. En toen ik ging bestellen waren die eigenlijk ook allemaal weg. Maar ik had nog wel een set ringen gescoord voor de Happy Planner. En deze zijn ook van metaal. Dus dit zijn gewoon de classic metal discs en die zijn dan roze. En wat mij heel erg opviel, en dat wist ik natuurlijk niet, want ik heb al een Happy Planner, maar daarin zitten kunststofringen. En ik heb metalen ringen gekocht, maar die waren van Craftelier, dus die zijn anders. En zo anders zelfs, dat ik heb gemerkt dat die van Craftelier zijn super heavy en die voel je echt als je die aan je planner doet. En dat vind ik persoonlijk fijn. Maar ik kan me ook voorstellen als je veel onderweg bent en je neemt je planner mee, dat ze niet zo heel heavy moeten zijn. Deze zijn wel echt van metaal, je voelt het wel. Maar ze zijn totaal niet heavy, ze zijn super licht. Dit zijn gewoon die ringen, zeg maar. En ja, ze zijn wel mooi. Dus ik denk dat ik deze voor een andere planner wil gaan gebruiken. Of in de toekomst misschien als ik dan een thema heb waarmee dit meer past of zo. Maar ik heb dus de roze ringen gekocht, die hadden ze nog. En ze hadden de gouden toen ook nog. Maar toen dacht ik, nah, ik denk dat ik eerder voor roze ga als ik een planner ga maken dan goud. Dus die had ik ook nog besteld. En dan komen we bij het laatste segment. Heel serieus dit. Ik heb namelijk nog allemaal stencils gescoord. Normaal gesproken koop ik eigenlijk alleen maar mijn stencils bij Lawn Fawn. Want ik ben heel erg fan van Lawn Fawn. Maar dat is geen verrassing. Maar ik kwam nou dus met de korting. Kwam ik ook stencils tegen van My Favorite Things. En daar heb ik op zich ook wel wat stempels van. Maar verder had ik er nog niet zoveel van. En een van de redenen is ook dat het merk is over het algemeen net een stapje duurder dan Lawn Fawn. En ik vind Lawn Fawn al... Het is niet dat ik het niet waard vind, maar het is prijzig spul. En dat van My Favorite Things is dus nog duurder. Dus vandaar dat ik niet zo snel ga zoeken naar wat zij in hun collectie hebben. Maar nou kwam ik het toevallig tegen. En zodoende heb ik nou dus stencils. Ja, ik weet niet of je het een beetje kunt zien. Ja, kijk, zo kun je het wel een beetje zien. Dan hoef ik ze niet helemaal eruit te halen. Maar met cirkels. En dan heb je wat grotere en dan medium en dan hier dus wat smallere. En ik heb niet alleen die, maar ik heb dus ook met hartjes op dezelfde manier. Even kijken of die hem kan laten zien. Kijk, daar is hij. Op dezelfde manier dus groot, medium, klein. En dan had ik ook nog sterretjes, kwam ik ook nog tegen. Toen dacht ik van ja, de sterretjes moeten dan ook mee natuurlijk. Duh. Sterretjes gebruik ik ook veel. Dus die, ja, die is op dezelfde manier. Dus ze hebben telkens 3 verschillende groottes. En dat is op zich wel prettig. Tenzij je liever één stencil hebt met helemaal hetzelfde. Om sneller te kunnen werken of zo. Maar voor in planners vind ik dit wel prettig. Want dan moet het niet zo heel breed zijn. En dan... ja, dan is dat eigenlijk prima zo. En als laatste van de My Favorite Things stencils heb ik namelijk nog plumbopjes. Tenminste, ik vind het plumbopjes, dat snappen jullie. Het zijn ja, soort diamantjes of zo, denk ik dan. Maar plumbops, plumbops, sims, woehoe. Dus ja, dat zijn de stencils van My Favorite Things. En dan heb ik nog 2 andere stencils. En die zijn van Echo Park en van Carta Bella. En wat ik al eerder zei, daar had ik nog geen... ik had daar nog geen stempels, washi, wat dan ook van. Ik had wel van Echo Park wat dingetjes om mee te scrappen. Maar dus nog geen stencils. Maar goed, ik kwam dus deze tegen en dit is een... hoe heet deze? Delightful Bubbles. Delightful Bubbles. Maar dat is dus eigenlijk gewoon met hele kleine cirkeltjes. En die is dus op heel veel manieren inzetbaar. Dus ik dacht, ja, die ga ik niet laten liggen. Want die vind ik veel te leuk. En die ga ik veel gebruiken. Dus ja. Dus dat is die van Echo Park. En als allerlaatste item, als het goed is. Als ik niks vergeet. Maar volgens mij klopt het. Als allerlaatste item heb ik dus nog een kerststencil. En hoe heet die? Christmas Sky Stencil. En die is dus van Carta Bella. En die is zo met Century Modern. Dus dat, ja, daar ben ik natuurlijk weer fan van. Dat snappen jullie. Maar dus ja, dat waren mijn dingetjes die ik heb gekocht voor mezelf. En ik dacht, ja, voordat ik alles heel uitbundig ga gebruiken, wil ik dat toch nog wel even aan jullie laten zien. Zodat jullie mee kunnen genieten. En dat als je het in de toekomst voorbij ziet komen in een video waarbij ik dan... bezig ben met mijn planner versieren of zo. En je ziet dan iets. Dan kun je nog zoiets hebben van. Oh ja, dat heeft ze nog laten zien in die ene video. Ja, kan, hoeft niet. Maar ik bedoel, dat zou grappig zijn toch? Anyway. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om mee te kijken. Ik geniet hier waarschijnlijk veel te hard van. Maar ik ga er waarschijnlijk niet mee stoppen. Ik denk dat als ik dingetjes koop in de toekomst. Dat ik ze eigenlijk wel iedere keer wil laten zien. Want ik weet dat een aantal van jullie hier heel erg van genieten. En als dat niet zo is, is het ook oké. Maar mocht je het nou leuk vinden, laat dat dan even in de reacties weten. En laat ook even weten wat vond je het leukste item van wat ik in de video heb laten zien. Daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar. Ik kan zelf denk ik niet zo heel goed kiezen. Want ik heb het niet voor niks allemaal gekocht. Dus ik weet het niet zo goed. En het loopt ook best wel uiteen natuurlijk. Stel het zijn alleen washies, dan kun je nog zeggen, oh die en die washies. Maar ik heb dan natuurlijk ook nog stickers en de stencils. Dus... maakt het een beetje lastig om een keuze te maken. Maar mochten jullie wel een keuze kunnen maken, laat het even weten in de reacties. En ik zie jullie graag weer in de volgende video terug. En wanneer dat is, waarschijnlijk van de week ergens. En anders dan zie je het wel gewoon verschijnen. Fijne dag nog. Doei doei!